Zo. De volgende klant. Ik ben onderweg naar Hielke Sietsma. Een van die iconen van DVS. Een van die grootheden. Een van die jongens die DVS diep in hun hart hebben. Maar ook nog wel een andere club. En over dat soort dingen gaan we het allemaal hebben vandaag. Dat lijkt me zo interessant. Hielke, ik heb er van alles met nog wat mee gedaan. Daar staat hij alweer klaar. Kijk. Hielke. Goedemorgen, Peter. Hey, goedemorgen, hey, jongen. Deze morgen. Het wordt weer een mooie dag, hopelijk. Daar gaan we wel vanuit, hè? Ja, daar gaan we wel vanuit. Vanmiddag sneek, lastig. Ja, is altijd een taaie tegenstander voor ons. Zeker. Vooral thuiswedstrijden hebben we nog wel wat herinneringen met ze. Ja. De laatste minuut een 2-0 voorsprong nog een keer weggaven, geloof ik. Nou. Maar vorig seizoen, wonnen we er 2 keer van, hè? Ja. Dus dat moet ons wel enig vertrouwen geven, denk ik. Dat zeker, alleen ze hebben zich wel redelijk versterkt nog. Ja, behoorlijk. Bartel die erbij komen. Ja, wij ook. Ja, dacht het al, hè? Dacht het al. Ja, zeker. Hey, ben je goed verzekerd? Ja, ik doe niet meer in verzekering. Nee. Ik ben al 10 jaar zelfstandig ondernemer als... ik heb een eigen administratiekantoor. Ja, dus, administratie. Administratie, Maar verzekering is daar niet een onderdeel van? Nee. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Ik heb gewoon 15 jaar bij Aegon gewerkt. In de verzekering en hypotheekwereld. Maar je weet er wel zoveel van dat je in ieder geval nu verzekerd bent van het feit dat je goed verzekerd bent. Ja. Bij mij in de auto. Klopt. Mooi. Ja. Nou, Hielke, je hebt al heel erg lang wat met DVS, hè? Ja, bijna 50 jaar. Ik ben de komende ledenvergadering, hoop ik, mijn 50-jarig speeltje te krijgen. 50 jaar? 50 jaar lid. Oh, hoe oud was je toen je bij DVS kwam? 8 jaar. 8? Ja. Dat was toen nog ongeveer een minimum leeftijd, hè? 8 jaar. Ja, het later is geloof ik 6 jaar geworden, maar het was toen nog 8 jaar, klopt. En had je gelijk, was het gelijk duidelijk dat je talent had, dat je gevoel voor de bal had of niet? Ja, redelijk. Ik had thuis natuurlijk altijd veel gevoetbald. We woonden aan de Leuvenumse weg. Mijn vader zat bij de Marechaussee. We woonden daar vlak bij de Marechaussee-brigade, daar, de kazerne. En daar hadden we genoeg ruimte in het bos om te voetballen. Dus daar heb ik eigenlijk alle trucjes wel geleerd. Leuk. En bij DVS begon het gelijk goed. Hoepen te maken dat, ik was vroeger, er was toch op die halve veldjes. Nee, wij hebben helemaal niet op die halve veldjes gespeeld. Wij speelden toen gelijk overal, begin op het grote veld. Ja. Nou ja, dan... meters maken. Ja, heel veel meters maken. Hey, en maar techniek was natuurlijk gelijk al een soort aangeboren iets bij jou. Hè? Want je bent wel een type van een technische voetballer, of niet? Ja, dat... was voor mij altijd wel een voordeel, ook vooral met passeerbewegingen en zo. Balcontrole was over het algemeen vrij goed. Ja. En mijn sterkste punt was altijd de voorzet. Ja. Ik was eigenlijk een beetje de ouderwetse linksbuiten. Je zit naast zo'n type. Ja. Maar goed, wij hebben met elkaar ook nog in de zaal gevoetbald, Piet. Dus En we weten, dat is ook een spelletje waar techniek natuurlijk... de vrijste is. Ja, mooie tijd was dat. Ja, met Frits Prins, Willem Hamstra, Gert-Jan van Noord. Ja, noem ze maar op. Dat was, hadden ze nu dan ook een gast erbij, weet je wel? Ja. Toernooi, Benny Dekker. Ja, Steven van der Brink. Ja, dat waren leuke tijden toen. Hè. Ja, wie is nou echt de allerbeste voetballer van DVS? Noem eens op. Ik noem net zo even een naam. Maar... Nou ja, die komt wel in de buurt. Je noemt Benny natuurlijk. Kijk, wat ik van gezien heb, ik hoor van ouderen heel vaak. Dennis Nieuwhuizen was een hele goede voetballer. Ik heb hem nooit zien voetballen, dus ik kan daar niet over oordelen. Maar wat ik zelf kan herinneren, dat zijn wel Geerling Hamstra en Benny Dekker met voorsprong. En daar kwamen natuurlijk ook nog wel voetballers bij, als Lucian Illy. Maar die was maar heel kort even bij DVS. Ja. Dat was ook een perfecte voetballer natuurlijk. Wat een techneut was dat op het middenveld. Ja, Klaas. Die vrije trappen van hem. Ja, geweldig. Ja, daar kon je echt van genieten van zo'n jongen. Dat was een hele leuke ervaring was dat. We moesten maar heel snel speelgerechtigd krijgen. Toen had je in die tijd nog met de fax. Heb ik met de fax nog met de Tsjechische
of een Roemeense bond, hebben ze Roemeense bond nog de vergunning gekregen ja? van de KNVB. Ja, die hebben het op vrijdagmiddag toen nog met de KNVB doorgepakt. Bemoeide je daar toen al mee, omdat je in het bestuur zat of niet? Ik was toen de elftalleider bij wat ze tegenwoordig heel luxe teammanager noemen. Ja. Maar dat was gewoon, ik was een beetje begeleider bij het eerste. Oh, dat heb je ook al? Ja, dat heb ik heel wat functies heb ik leven. Veel functies, ja, echt heel veel. Ja. Ik denk van de, hoe oud ben je nou? 58? Ik ben 58, ja. Van die 58 jaar, ik denk dat je wel 30 jaar in functies hebt gezeten, of niet? Meer, want ik ben al heel vroeg begonnen. Ik ben op mijn 18e jaar, toen kwam ik eigenlijk net bij het eerste. Ja. En toen raakte ik geblesseerd. Ik had scheenbeenvliesontsteking. Dus dan moest ik elke keer rust houden. Dus ik heb eigenlijk maar een paar wedstrijden in het eerste mogen dat spelen. Dat heeft je ontwikkeling een beetje... Ja, dat was jammer. En toen, daardoor ben ik ook in de zaal terechtgekomen. Want die scheenbeenvliesontsteking, dat speelde heel vaak op velden. Ja, oneffen velden, zeg maar. Ja. Tegenwoordig heb je kunstgras, maar dat hadden wij toen nog niet. Dus daar kreeg ik altijd last mee. Maar in de zaal ging het altijd prima. Dan kreeg ik eigenlijk weinig pijn. Ja. Maar als ik zondags of zaterdag gespeeld had, dan kon ik de zondag niet meer lopen. Dan de DVS, dan verging ik gewoon van de pijn. Dat, En dus belandde je... Toen werd ik jeugdleider. Ja. En ik had toen het geluk. Ik kwam toen net met de lichting van Benny Dekker, Steven van der Brink, Jacco Moerdijk, Anton van Duinen, Erik van der Wal. Ja, dat was echt een hele mooie groep toen. Mooi. Daar werd ik toen leider van. En daar hebben we hele leuke jaren mee gehad. We zijn ook met die groep, later met Jan van den Berg er ook bij, Bert van Hunestein. Ja, we zijn ook heel vaak met die jongens naar het buitenland geweest. In de vakanties en partij, daar gingen we met het elftal in juni naar Duitsland of naar Denemarken, naar Frankrijk. Ja. We hebben echt heel veel buitenlandse toernooien gespeeld en dat was altijd geweldig. Even is het ook nog Turkije geweest, weet je nog wel? Met de eerste zijn drie keer op trainingskamp in Turkije geweest. Ja. Dat was ook een hele mooie tijd. Dat heb ik toen ook georganiseerd met een Turkse vriend van mij. Ja. Dus dat was echt fantastisch. Hele leuke ervaring. Ja, toernooien natuurlijk, dat hele bekende internationale jeugdtoernooien van DVS. Heb ik ook nog een tijdje mijn naam toen aan verbonden. Ja. En dat waren ook fantastische tijden. Jammer dat het financieel allemaal niet meer haalbaar werd. Ja. Dat was eigenlijk de reden dat het toen gestopt is. Want je praat al gauw over een begroting van 40.000, 50.000 euro om het heel goed te doen. Het was wel wat, hè? De echt grootheden die later grootheden waren in het voetbal. Zlatan heeft bij ons met Malmö gespeeld. Ja. Leonardo is er geweest. Ja. Ik kan ze gewoon niet meer opnoemen, maar er zijn nog wel een paar bekende voetballers die daar gespeeld hebben. Geweldig toernooi. Ja, zeker. Nou, in het bestuur heb je natuurlijk gezeten. Ja, ik begon als jeugdsecretaris. Ik heb de legendarische Jan ter Maat mogen opvolgen. Ja. Die man had zijn hele leven ook al om DPS besteed. En die mocht ik toen opvolgen als jeugdsecretaris. En dan werd je ook automatisch bestuurslid. Ja. Ik heb ook nog wat een tijdje als wedstrijdsecretaris bestuur gezeten. En daarnaast ben ik altijd ook leider of trainer gebleven bij de jeugd. En toen mijn kinderen op voetballen gingen, Dennis en Renate, dan rol je ook automatisch weer mee. Ja, zeker. Hey, heb je wel geluk mee, hè? Twee van zulke kids. Hè? Ja, geweldig. Huh? Geweldig. Ja. Renate ook een echte DVS'er. Ja. En Dennis natuurlijk in feite. Uiteraard, ja. En wat ik het leuk vind, ik ben altijd vrijwilliger geweest met de club, maar dat hebben ze eigenlijk automatisch van mij overgenomen. Ja. Dennis die is jaren jeugdtrainer geweest bij DVS. En Renate, die helpt overal waar het maar kan, in de kantine of bij festiviteiten. Die is altijd actief en ze heeft ook een jeugdteam bij de meisjes getraind. Ja, het is gewoon leuk om te zien dat zij ook zo met overgave vrijwilligerswerk doen. Over festiviteiten gesproken, hè? De Renate die zit er nu dan in, maar wat gaat deze jongen doen? Veel goed. Die gaat hier stoppen. Tada. Oké, goed. Festiviteiten, daar hou jij ook wel van, of niet? Ja. Wordt het dorp, ons dorp, Ermelo, steeds groter in. Nou, dat vind ik geweldig, wat die ondernemers allemaal met elkaar op poten zetten. Ja. Aan de ene kant de dorpskamer met de molenaar en de Veluwe. Ja. Aan de andere kant ook Bruin Café, weer met Oma's Café,
zetten leuke dingen op. Het is, ja, ze zijn heel actief en je hoort het ook van de toeristen, hè, dat er gewoon in Ermelo heel veel te beleven is. Ja. Vanaf half mei begint het eigenlijk al en dat duurt tot eind augustus door. Dat is, De burgemeester heeft er totaal geen problemen mee. Nee, dat is fijn. Want nou ja, inderdaad, een stukje tolerantie van de gemeente en de hulp van de gemeente is natuurlijk ook altijd belangrijk. Ja. Ja. En ja, de politie heeft volgens mij in al die jaren nog helemaal geen problemen meegemaakt. Misschien een kleine onenigheidje, maar voor de rest is het allemaal perfect verlopen met al die evenementen. Straks weer Oktoberfest. Ja, daar zijn we ook weer van de partij. Ongelooflijk. Ja. De dijk, daar ben je ook geweest? Ja, ben ik ook geweest. Ja, fantastisch, de dijk. Ja. Dat was van de begin jaren 80, Hielke, dat weet je nog wel. Ja, dat weten wij nog wel, Piet. Ja. Theater, alles went. Ja, zeker. Ja, joh. Wat een feest was dat. Ja, nou. Ja. We hebben... Wat dat betreft in Ermelo mogen we ook niet klagen met het evenement. Over theater gesproken. Ja. Ik ben afgelopen donderdagavond in Carré geweest met Gil, met mijn vrouw. Ja. Bij het optreden van de Nits samen met Scapino Ballet. Oké. Okay. Oh, het was weer echt super genieten. Ja. Echt muziektheater van de bovenste plak. Ja, het was ook werkelijk een beetje circusachtig. Ja. Scapino Ballet, dat bestaat 70 jaar. Als je denkt aan Scapino Ballet, ja, dan denk je al heel gauw aan klassiek. Maar dit was gerelateerd aan de muziek van de Nits. Hè? Ja. Ken je dat? Ja. Die nummers als de CEO. Prachtig. Ja. Zo mooi. Ja. Geweldig. Maar en die avond ervoor was jij ook in het theater, maar Theater Arena, of niet? Ja, klopt. Dat was ook een mooie show. Het begint weer te komen, hè? Het kwam een beetje langzaam op gang, maar... Na het optreden van de zoon van Bob Marley in de rust, was het gelijk binnen een minuut ook 1-0. En dat werd ook nog 1-0. Zo'n nummer, dat begint weer helemaal te leven. Ja joh, dat is leuk dat die jongen dat zo een keer opgepikt heeft, dat het in de arena een beetje een lijflied was. Ja. En toen heeft hij gevraagd of hij dat ook een keer mocht zingen. En dat had hij bij de vorige Europa Cup dat ook al gedaan en nu weer. Ja. Maar dat slaat wel aan hoor, want het publiek is gelijk, vooral bij de F-site daar, die harde kern. Dat komt wel aan. Het begint weer echt te komen, hè? Ja, nou, de sfeer ook in het stadion. Wij zaten er ook vlakbij in die hoek, precies bij het doel waar ook gelukkig de drie doelpunten vielen. Eerst even een roetje. Eerst even een lekker biefstukje beloetje. Dat is alvast de prik, want we doen het al bijna, ik denk al bijna 40 jaar wel, dat ik met een groep vrienden, Jacques van Zandt, Jan Varkenwissen vroeger, nu het ogenblik even niet meer, Henk Brentjes, tegenwoordig gaan de jongens van Vieste mee, dan maken we daar echt een uitje van. Geweldig. Dan gaan we op tijd weg en dan eerst een loetje wat eten en drinken. Die uitjes naar Duitsland en naar Engeland, Liverpool, weet ik wat, man, dat is mooi. Hè? Met Ajax ben ik heel Europa door geweest, in het verleden toen met groepen als Jaap Bonen en Komaatjes. Ja. Later ook met Dick Roosendaal en Harry Bouwman, dat is natuurlijk ook een jongen waar we veel mee optrekken. Ja. Ik heb eigenlijk twee vriendengroepen. Ja. Eén groep, dat is de groep met Jack, Rijer, Kas, Jan en Henk Brentjes. Dat is eigenlijk een groep waar we heel veel dingen mee samen doen. Ja. En de andere kant trek ik ook heel veel op met de groepen Dick Roosendaal en Harry Bouwman. Ja. En dan Rijen, kom je wel ergens. Die limo is ook een beetje gegroeid de laatste jaren. Daar gaan we regelmatig mee naar uitwedstrijden. Ja. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Je hebt heel veel bekijks. Gaat dat vanzelf, zo'n lange slee achter je aan? Of moet je er toch wel een beetje rekening mee houden als je erin rijdt? Nou ja, ik rijd er zelf gelukkig niet in, want ik vind het dan niet makkelijk rijden met zo'n ding. Maar Harry en Dick, dat zijn meestal onze chauffeurs. Ja. En die kunnen daar moeiteloos mee door de bocht. Ja, prachtig. Ja, mooi. En nu business club natuurlijk, hè? Ja, ik ben inmiddels bijna 16 jaar penningmeester van de business club. Ja, dus in het bestuur ook? Van in bestuur, ja. Ja, we hebben een heel leuk bestuur. Dat werkt heel goed samen. En ook de samenwerking met de vereniging gaat uitstekend. Ja. Dat is, als je die groeit, ik wil net zeggen, we hebben in de laatste 5 jaar een groei doorgemaakt, Piet, dat wil je niet weten. Dat is ongelooflijk. Ja. Wat clubs in de regio staan wel verbaasd van hoe kun je al met al die goede spelers aantrekken. Maar dat is jullie halen ze ook overal vandaan. Spakenburg. Ja, waren vroeger spelers die alleen maar IJsselmeer van Spakenburg konden halen. Maar tegenwoordig is ons budget ook al redelijk
gegroeid. Dus dan heb je ook mogelijkheden om, om met zulke spelers te praten. Dat is natuurlijk, als je ambitie hebt zoals wij, dat we graag hogerop willen, dan heb je die jongens ook nodig. Ja, ja. Wat is nou jouw favoriete speler in de eerste helft dan? Nou, dat is Maurice. Die heeft zulke bijzondere kwaliteiten. Ja. En het is een jongen, daar kun je af en toe heel hard om juichen, maar je kan af en toe ook dat je denkt van jongen. Maar dat is Maurice en dat is gewoon geweldig. Die jongen die kan uit het niets in één keer iets creëren. Ja. En zonder andere jongens tekort te doen hoor, want die zorgen natuurlijk ook dat hij dat kan. Maar hij is natuurlijk wel eentje met bijzondere kwaliteiten. Ja, dus dat ene doelpunt van verleden week, weet je wel, zo mooi opgenomen van achter het doel. Ja, die krult hij er zo in. Eigenlijk achterloos lijkt het wel. Ja. Dat hij er zo even met zijn binnenkant links erin draait. Ja, en dan die lop ook nog. En dat stiftje tegen de dijk was dat geloof ik. Ja. Dat was ook wel zo'n bijzondere goal. Ja, dat is gewoon leuk om. Daar geniet je van als supporter. Daar geniet je enorm van. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja. Zo. Doha, bekend natuurlijk hier. Ja. Dat is een idee. In Doha. EFC natuurlijk. EVC. EVC. Hè? Ja. En in de buurt van Kaluna. Oh, ja, de nieuwe Kaluna misschien hier. Ja. Heerlijk gezaalvoetbal. Ja, zeker. Zeker. Het hoekje toen nog. Ja. Kampioen geworden met het hoogste doelsaldo toen. Hè? En die bekerfinale tegen Jaan de Graaf en Jan Vedder. Ja. Met een bussupporter. Febo, ja, geweldig. Ja, dat was echt bijzonder toen. Ja, we verloren hem helaas, maar het was een geweldige herinnering. Dat was fantastisch. Ja. Toen begon het gesodemieten met mijn knie. Met je knie, hè? Ik kon niet meedoen die finale. Daarom verloren we waarschijnlijk. Ja. Oh, heb jij het ook niet meegedaan? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet eens meer herinneren. Geert-Jan van Noord. Ja, Geert-Jan van Noord. Willem Wethouder. Wethouder in Arnhem-Wiek. Ja, die is tegenwoordig wethouder, hè? Ja. En Bart Hamstra en de goal, dat was toch wel een team. Hey, als jij je leven een cijfer mag geven, hè, zoals je het nu leeft. Van 0 tot 10. Dat is toch wel een hele dikke 8, denk ik. Hele dikke 8. Je hebt wel eens wat kleine tegenslagen gehad, maar voor de rest, het is eigenlijk alleen maar genieten, Piet. Met name die periode na de scheiding, dat is... Dat is eigenlijk heel goed gegaan. Wat dat betreft, ik heb nog steeds heel goed contact met Margriet. En dat is belangrijk. Dat is voor de kinderen ook. En dat is, eigenlijk is dat, ik mag niet zeggen geruisloos, maar het is eigenlijk vrij goed gegaan. Top. En, nu met mijn nieuwe vriendin Laura, dan is het ook weer heel gezellig en we doen ook hele leuke dingen. Mooi. Helemaal top. Ja. Nou, dat is goed om te horen. En als je natuurlijk nu Dennis bij Horst, dat is natuurlijk wel even verdelen van de aandacht, of niet? Ja, kijk, ik probeer zoveel mogelijk te kijken. Ze spelen gelukkig nu wat meer om en om. Maar ja, DVS staat bij mij toch wel op een heel hoog plan. Laat niet makkelijk een uitwedstrijd op weer schieten. Of het moet ergens in Groningen of een keer Harken maar zijn. Ik denk van nou, Horst speelt thuis, dan ga ik daar kijken. Maar ik ben niet zo dat ik om en om daar ga kijken. Ik vind het heel leuk voor hem dat hij het gedaan heeft. Dat vond ik ook een hele goede keus. Maar dat ik naar alle wedstrijden ga kijken, nee, dat niet. Nee. Maar ik probeer zoveel mogelijk als ik kan eventjes mijn gezicht te laten zien. Horst is ook gewoon een fantastische club. Die mensen die daar zijn ook. Heb je nog een anekdote waarvan je zegt, toen heb ik nog zo allemachtig hard gelachen? Even een anekdote. er zijn eigenlijk wel meerdere. Gelachen, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Dat was ook met een wedstrijd van Ajax. Wij vlogen dus morgens vroeg al naar Malmö. En we kwamen eraan en we zaten in een cafeetje wat te drinken. Het was een rotte middag, zeg maar. Het begon een beetje te sneeuwen. En nog meer sneeuw, nog meer sneeuw. En op een gegeven moment er lag een heel pak. Ik dacht, dat kan nog wel eens afgelast worden. En ja hoor, de wedstrijd ging niet door. Yes. En dan moesten we s'nachts, dan moesten we het vliegveld eerst nog schoonmaken, dat we dan weer op konden stijgen. Zijn we weer teruggevlogen naar Amsterdam. Yes. En dan zijn we 10 dagen later met een auto. Zijn we daar weer met 5 man heen gegaan. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar de wedstrijd daarna moest Ajax naar Saragossa. Ja. En toen hadden ze net de warming-up gedaan. Ze gingen naar binnen en het begon te hozen.
Nou, het veld stond helemaal blank. Maar die scheidsrechter hebben we waarschijnlijk niet in de gaten gehad. Dus toen kwamen we weer op het veld op en hebben gewoon af laten trappen. Maar die bal die rolde niet meer, want er waren allemaal plassen. Ja. Dus ik dacht, die kut, zometeen sta ik hier weer die wedstrijd. Dan kunnen we weer voor niks naar huis. Maar die ging gelukkig toen door en toen won Ajax ook nog daar. Dus dat was, was heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, je maakt toch wel mooie dingen mee hè, met zo'n dikke Roosendaal natuurlijk. Ja joh, Dick en ik zijn 4 jaar geleden nog naar, met Ajax naar Turkije geweest, naar trainingskamp daar. Ja. Ja, dan ben je gewoon een week met die gasten daar op stap. Dat is gewoon leuk joh, ja, ik heb zoveel meegemaakt. Dat is echt ja. Mooi hoor. Ja, en de uitwedstrijden van Ajax in de Europa Cup. In Nederland zelf al, de finale in München natuurlijk tegen Rusland. Ja. Ja, 2016. En daarna nog eens feesten in München zelf? Nee, toen zijn we als een speer. We stapten om 6 uur daar in de auto. We waren om 12 uur s'nachts. Ja, want je wilde hier natuurlijk hier in de Roskam was dat toen nog in die tijd. Ja, bonusstroom. Oh ja. Toen waren we iets over 12 stapten we de Roskam binnen. Dus we hebben wel een beetje gas gegeven. Ja. De oude Haarsburg. De oude Haarsburg, ja. Of de nieuwe Haarsburg, moet ik zeggen. Ja, dat is tegenwoordig Haarsburg. Ja. Nou, het is alweer. Klaar. Ja, een mooi rondje gereden, Peter. Ja, lekker. Ja. We hebben het overal over gehad. Ja, hè? Ongeveer wat ik een beetje gehoopt had. Okay. Is allemaal aan bod gekomen. Nou, fijn joh. Ik vond het hartstikke leuk. Ik ook. Bedankt voor je medewerking. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Helemaal top. Mooi dat ik in het rijtje van Tukker en van de Brink en Dijkhuis mag aansluiten. Heb je gezien? Ja, ik heb hem vanmorgen even gekeken. Ja, hartstikke leuk. Maar dit is een leuk initiatief. Okay. Ik hoop dat je nog een paar leuke gasten krijgt. Ja, gaan we doen. We zien elkaar vanmiddag. Ja, dacht het wel. Goed, Pip. Oké. Maak er weer wat moois van. Zeker weten. Hey, doei. Bedankt, hè. Jo. Zo. Dat was onze Hielke. Heerlijk, achter elkaar doorlullen die gozer. En overal over. Oh, hij maakt wel wat mee hoor. Dat is toch wel heerlijk. Hartstikke mooi. Nou, dat was hem weer. Dat is één.